Nou, we zijn lekker aan het rondlopen hier. Het is uitgestorven, maar ja, dan zie je toch nog mensen aan het werk. Wie ben je en wat ben je aan het doen? Ik ben Richard Groeneveld. Ik werk op Lectoraat Smart Functional Materials. En ben bezig voor een project waarbij we kijken naar duurzame garens in textiel. Hoofdzakelijk doe ik onderzoek via op het lectoraat. Okay. En ik begeleid normaal gesproken één dag in de week ook studenten beneden op het laboratorium. Wat maakt jullie hier nog zo lekker ijverig aan het werk zijn? Nou, het is nou lekker rustig. Ik ben Carlos Koerman. Ik ben docent-onderzoeker. Leuk. En gebruik de tijd in de vakantie om een eindrapportage van een afgelopen onderzoeksproject in te typen. Ja, je zit hier ook gewoon lekker zonder de studenten om je heen. Dus je kunt nu gewoon even lekker wat metertjes maken en gewoon lekker doorwerken. Het is niet like we're not working in class as well. We're working there, but we haven't come up with a good concept yet, so we still have to. For some extra hours. You're just catching up on some extra time to work on the project. Yeah. Nou, wat wij in vakantietijd eigenlijk altijd een beetje proberen, is toch wat onderhoud in het gebouw. Dus lokalen rechtzetten, alles uittellen. En dat is wel vaak wat wij in vakantie proberen te doen. Maar ik weet ook dat ze dat op alle bouwdelen doen, ze dat overal. Okay. Dat is toch een beetje vakantiewerk, zeg maar. Zorgen dat het netjes is. Ja. Nou, je hebt er nu lekker weer bij. Heb je er buiten ook nog een beetje werk te doen? Ik ga wel straks. Mijn collega Danny, die is er nu nog. Die gaat om 2:30 weg. Dan pak ik een bladblazertje, ga ik even buiten langs.